Welkom bij Zwart zonder suiker. Zwart zonder suiker wordt gemaakt door mij, Monique Steins. In deze editie praten we over boeken. Boeken geschreven door schrijvers van kleur. Ik wens je veel plezier met deze aflevering, waarin we met Sun Lee praten over Toni Morrison en haar boek Paradise. Oké, nou wij gaan gewoon beginnen. Sun Lee, welkom dat je hier bent. Dankjewel. Leuk dat wij er ook zijn. Praat vooral door. Welkom bij Zwart zonder suiker, de podcast. Vandaag praten we met Sun Lee. Sun Lee is jurist, schrijfster en theatermaker. Ze schreef het boek De zoetzure smaak van dromen. Dat boek vertelt het familieverhaal van een Chinese familie in Nederland tegen de achtergrond van een Chinees restaurant en opgroeiende kinderen. Ook maakte ze de voorstelling Happy in Holland. Deze theatervoorstelling gaat weer toeren vanaf januari 2024 tot mei 2024. Ook is Sun Lee de hoofdauteur van bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Yay! En in 2023 won het kookboek waar zij aan werkte, het Gouden Kookboek. Welkom, Sun Lee. Dankjewel. Hi. Hey, Monique. Toen ik jou vroeg of je mee wilde doen aan deze podcast, was je op vakantie. En tot mijn verbazing zei je, ik wil graag eventjes deze paar dagen van de vakantie genieten. En dan, zodra ik terug ben, kom ik er bij je op terug. Want dit is mijn eerste vakantie sinds de pandemie. Klopt. Eerste vakantie waarin niet de laptop elke dag open ging. Waarin niet geschreven werd. Waarin geen mails werden beantwoord. En dat ik met mijn man samen echt weg was. Tijd kon hebben. Mm-hmm. Ja, heel fijn. Ja. En je gegund. Je hebt natuurlijk heel veel gedaan ook in de tussentijd. Dus zeker goed een welverdiende vakantie te beschermen. Ook als ik bel voor een podcast. Maar gelukkig heb je ja gezegd. Ja. Ben je ook hier gekomen. En je hebt ook een boek uitgekozen. En misschien wil je zelf even vertellen welk boek je hebt uitgekozen. Ik was, toen je me belde, Paradise aan het lezen van Toni Morrison. En het is natuurlijk echt een joekel van een boek. Niet per se in omvang, maar in inhoud. 27.000 personages. Ja, en dan missen we er waarschijnlijk nog 1300. Ja. En ik heb dat boek al heel lang, sinds ik 18 was. Want ik zat op een middag gewoon opera te kijken, zoals iedereen dat toen deed. En toen kondigde ze dit boek aan en toen dacht ik, oh, ik wil dat lezen. En ik had nog nooit een boek gekocht, want ik leende altijd boeken van de bibliotheek. Ik dacht, oh ja, ga ik kopen. Ik kan best wel een boek kopen. Dus toen ben ik naar de lokale boekhandel gegaan en daarom gevraagd. Die hadden ze niet, dit boek. Maar ze konden het wel even voor me bestellen. Ik had natuurlijk nog nooit een boek gekocht. Was dus er niet iets was het raar. Slecht, hè, toen? Want daar ging ik vroeger altijd heen. De slechte. Ik woonde in het dorp, er was geen de slechte. werd besteld en hier kwam een prachtige hardcover met prachtige pagina's. Maar ik snapte er helemaal niks van. Ik begon het te lezen. Ik snapte er echt helemaal niks van. Dus dit boek ziet er ook echt helemaal beschimmeld uit. Echt tragisch wat ik het heb aangedaan. Want ik was het gewoon vergeten dat ik dit boek had. En heel toevallig kwam het weer bij me terug. Want mijn zus was de zolder van mijn ouders aan het leegruimen. En op vakantie, ik was eraan begonnen in hardcover. Maar op vakantie dacht ik wil doorlezen. Dus toen heb ik het ook in een e-book gedownload. Dus toen je belde en zei, ik wil een boek met vrouwen van kleur. Toen dacht ik, nou, Toni Morrison is super wel van kleur. Dus ik dacht, oh, dat komt misschien goed uit. En ik dacht, Toni Morrison, ja, die ken ik wel. Want daar heb ik wel meerdere boeken van gelezen. Ja. Beloved natuurlijk. Ja. Ook echt een Jemig. Van een boek. Een monument. Een monument ook. The Bluest Eyes geldt hetzelfde voor. Maar Paradise had ik nog niet gelezen. Mm-hmm. Dus ook voor mij een uitdaging. En ook voor mij een uitdaging om vrij korte tijd dit boek nog tot me te gaan nemen. Yeah. En ik dacht, laat ik eens even googlen waarom ik dit boek eigenlijk niet ken. Het is misschien een van haar minder bekende boeken. Althans voor mij en in mijn omgeving.
Maar toen ben ik eventjes op onderzoek uitgegaan. En toen kwam ik erachter dat je dit boek eigenlijk niet kan lezen zonder dat je een papiertje bij je hebt waar je alle namen, alle tijden, ja, jij hebt toch ook een soort van diagramboekje? dat je dat er eigenlijk bij moet hebben, ja, om het verhaal te kunnen snappen. En ook dat het een boek is wat je eigenlijk niet kan wegleggen en dan over een week of over 2 maanden denk ik, nee, ook gelezen weer wel even verder. Nee. Dus ik was eigenlijk dus ook heel... hoe pretentieus deze keuze. Ja, nee, maar ik ben dus ook eigenlijk heel blij met jouw keuze, want nu heb ik dit ook tot me kunnen nemen en ik ben echt wel veel rijker geworden in de kennis die ik heb, de geschiedenis die ik heb en de auteur Toni Morrison. Ja. Ja, en Toni Morrison, natuurlijk, zij won prijzen. De Nobel. De Nobelprijs heeft ze gewonnen. Ja. En natuurlijk echt een gevierd schrijfster. Ja. Dat, we hebben het al even gehad over de reden waarom je dit boek hebt gekozen. Ik was nog even benieuwd of je, wat weet je van de auteur en wat je... Is er misschien iets wat je bijzonder aan haar vindt? Of, Wat ik wel bemoedigend van haar verhaal vind, is dat ze heel laat is begonnen met schrijven. Want ze had wel letterkunde gestudeerd, volgens mij, aan Howard. En toen was ze heel lang editor geweest. Ze is heel lang redacteur geweest. En pas in haar 40, ze was al lang 40 gepasseerd, volgens mij, toen haar eerste boek, volgens mij is het Bluest Eye, is haar eerste boek, geloof ik, toen die uitkwam. En ze ging ook nog lesgeven, inderdaad. Ze ging terug naar de universiteit. Misschien was dat inderdaad ook wel Howard. Ja. En toen ging ze daar lesgeven. En toen pas dacht ze van, ja, ik kan ook schrijven. Waarschijnlijk schreef ze al, maar publiceerde ze gewoon niet. Ja. Ja, en wat ik ook heel... Nou, dat is iets wat ik denk dat waarom ze geroemd wordt. En wat ik eigenlijk nu pas realiseer in zijn omvang, wat het betekent. Nu... Ik kwam in een wereld waarin zij al bestond, zeg maar. En dus ik vond dat logisch dat er op deze manier boeken werden geschreven, zo centraal om de levens van deze mensen heen. Maar toen was dat helemaal niet zo. En ik heb haar wel eens in een interview op YouTube, nog heel zo oud filmpje bekeken, waarin ze een interview geeft en ze vertelde dat zij was redacteur. En wat zij heel vervelend vond, was dat eigenlijk de Afro-Amerikaanse auteurs die ze wel begeleidde en uitgaf ook, nog heel centraal de witte blik hadden. En wat ze daarmee bedoeld was, dat ze van buitenaf keken naar een gemeenschap eigenlijk. En ook in de verantwoordelijkheidsverdeling daarin heel kenmerkend was. En zij is eigenlijk een van de eerste mensen... Die zegt, nou, mijn wereld bestaat uit de wereld van zwarte mensen. En nou, er komen ook wel witte mensen in voor. Maar dat is niet iets waar ik. Dat zijn niet mensen waar ik per se verantwoording aan hoef af te leggen. En dat is een heel radicaal idee. Wat ik denk dat ook in een soort van concept heel makkelijk te begrijpen is. Maar om het te doen ook weer heel moeilijk is als je woont en leeft in een samenleving. Waar dat misschien wel echt helemaal diep in de maatschappij en het systeem zit. Ja. 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 Ja, ik denk dat ze ook echt een held is in de topics en de onderwerpen en ook de manier waarop ze die onderwerpen aankaart. We gaan het straks hebben over dit boek, maar dat is zo gelaagd. Er komen zoveel onderwerpen in voor. Ja, heb je even 1000 uur. Ja, precies. Heb je even 1000 uur. Het gaat natuurlijk over racisme, over discriminatie, maar ook over colorism. Het gaat over misogynie. Het gaat over utopie, mensen die dromen hebben. Het is echt heel bijzonder zoals zij die onderwerpen aan ons eigenlijk voorgeschoteld heeft. En wat ik zo knap vind aan haar boeken is dat al die thema's, dat zijn hele belangrijke thema's in haar werk en in het verhaal. Maar het is het verhaal dat domineert. Het is het verhaal. Ja. Je zit in die wereld, je bent bij die mensen. En die mensen die... Ja, die worden aangeraakt door al deze thema's. Of ze raken zelf die thema's aan. Maar het is echt de menselijkheid, die staat centraal. En het gaat dus in die zin nooit over racisme of slavernij. Of over
die het story. Gaat over wat de mensen meemaken, ja, en wat ze voelen daarover. Ja. Ja. En daardoor denk ik ook een hele goede vertaling van wat het is om mens te zijn. En dan die krachten om je heen te voelen, maar ook gewoon je eigen kleinzerige behoeftes en wensen eigenlijk leidend heel menselijk. Te laten zijn. Ja. Echt een mens zet ze neer, zet ze centraal. Ja. Nou, om het even over het verhaal te hebben. Het boek gaat over een familie. Het zijn 15 families. Die zijn van New Haven naar Ruby gereisd. En dat heeft een voorgeschiedenis. Er was een periode waarbij tot slaafgemaakt op een gegeven moment vrij waren. En ook hun eigen dorpen, hun eigen stadjes gingen oprichten. Nou, nu ging dat niet altijd goed. De meeste mensen kennen het verhaal van Tulsa wel. Dat natuurlijk gebombardeerd werd en de mensen werden uitgeroeid. Het was een heel succesvol zwart stadje waar allemaal zwarte mensen woonden. Maar dat mocht niet zo zijn. En zo waren er in die tijd meerdere stadjes. En op een gegeven moment was er ook een stadje gesticht dat heette Haven. En na een tijdje is een groep families, dat waren 15 families als ik me niet vergis, die zijn daaruit weggetrokken. En de reden dat ze daaruit weggetrokken zijn, is omdat ze op een gegeven moment voelden dat eigenlijk die utopie die ze zochten, of die isolatie die ze zochten, die hadden ze wel om zich op die manier te beschermen tegen het witte racisme. Maar waar ze eigenlijk achter kwamen was dat ze binnen Haven het gevoel kregen dat er een scheiding bestond tussen de mensen met een donkere huidskleur en de mensen met een lichte huidskleur. En nou, ook dat verhaal kennen de meesten van ons wel. De mensen met een lichte huidskleur hadden tijdens de slavernij, nou, ik zou niet zeggen een betere positie, maar een andere positie. En op een gegeven moment hebben die families in Haven bedacht van, nou, volgens mij zijn we ook hier niet welkom. Dus we gaan verder en we gaan zelf een stadje stichten. En dat hebben ze ook gedaan. En dat was Ruby, het stadje Ruby in Oklahoma. Waar zij zich eigenlijk isoleerden en daar hun eigen stad hadden. Zich veilig waanden en hun dachten hun eigen leven te kunnen leiden. Zonder verdere afleiding. Of beheersen. Beheersen en ja, inderdaad met een stevige ideologie. Ja. Maar daar komen we straks even op. Dus even een korte introductie over dit verhaal. Op een gegeven moment, er is een huis, dat was vroeger een klooster, dat noemen ze nog steeds het klooster. En daar wonen op een gegeven moment, ik denk dat het 5 vrouwen zijn in totaal. Nou, het zijn in totaal 6 vrouwen volgens mij. Ja. De vrouwen komen en gaan en dit zijn hele andere soorten vrouwen dan de vrouwen uit de stad Ruby. Je kan je wel voorstellen dat in Ruby een aantal mensen hun wenkbrauwen optrokken als ze het hadden over deze vrouwen. Want ze vonden deze vrouwen eigenlijk niet zo passen. Ik denk dat het misschien leuk is. Ik heb jou ook gevraagd om even een stukje voor te lezen uit het boek. Dus daar gaan we even naar luisteren. Een korte introductie van het boek Paradise. Ik begin bij het begin, want ik denk dat het begin heel iconisch is. En omdat ik echt niet zou durven tornen aan de volgorde die Toni Morrison heeft bedacht. Oké. They shoot the white girl first. With the rest, they can take their time. No need to hurry out here. They are 17 miles from a town which has 90 miles between it and any other. Hiding places will be plentiful in the convent, but there is time and the day has just begun. They are 9, over twice the number of the women they are obliged to stampede or kill, and they have the paraphernalia for either requirement. Rope, a palm leaf cross, handcuffs, mace and sunglasses, along with clean, handsome guns. They have never been this deep in the convent. Some of them have parked Chevrolets near its porch to pick up a string of peppers or have gone into the kitchen for a gallon of barbecue sauce. But only a few have seen the halls, the chapel, the schoolroom, the bedrooms. Now they all will. And at last they will see the cellar and expose its filth to the light that is soon to scour the Oklahoma sky. Meantime, they are startled by the clothes they are wearing, suddenly aware of being ill-dressed. For at the dawn of a July day,
How could they have guessed the cold that is inside this place? Their t-shirts, work shirts, and the dashikis soak up cold like fever. Those who have worn work shoes are unnerved by the thunder of their steps on marble floors. Those in brocades by the silence. Then there is the grandeur. Only the two who are wearing ties seem to belong here, and one by one, each is reminded that before it was a convent, this house was an embezzler's folly. A mansion where bisque and rose-toned marble floors seg into teak ones. Icing glass holds yesterday's light, and patterned walls that were stripped and whitewashed 50 years ago. The ornate bathroom fixtures, which sickened the nuns, were replaced by good plain spigots, but the princely tubs and sinks, which could not be inexpensively removed, remain coolly corrupt. The embezzler's joy that could be demolished was, particularly in the dining room, which the nuns converted to a schoolroom, where stilled Arapaho girls once sat and learned to forget. Now armed men search rooms where macrame baskets float next to Flemish candelabra, where Christ and his mother glow in niches trimmed in grapevines. The sisters of the Sacred Cross chipped away all the nymphs, but curves of their marble hair still strangle grape leaves and tease the fruit. The chill intensifies as the men spread deeper into the mansion, taking their time, looking, listening, alert to the female malice that hides here and the yeast and butter smell of rising dough. One of them, the youngest, looks back, forcing himself to see how the dream he is in might go. The short woman, lying uncomfortably on marble, waves her fingers at him, or seems to. So his dream is doing okay, except for its color. He has never before dreamt in colors such as these. Imperial black sporting a wild stripe of red, then thick, feverish yellow, like the clothes of an easily had woman. The leading man pauses, raises his left hand to halt the silhouettes behind him. They stop, editing their breath, making friendly adjustments in the grip of rifles and handguns. The leading man turns and gestures the separations, you two over there to the kitchen, two more upstairs, two others into the chapel. He saves himself, his brother, and the one who thinks he's dreaming for the cellar. They part gracefully without words or haste. Earlier, when they blew open the convent door, the nature of their mission made them giddy. But the target, after all, is detritus. Throw away people that sometimes blow back into the room after being swept out of it. So the venom is manageable now. Shooting the first woman, the white one, has clarified it like butter. The pure oil of hatred on top, its hardness stabilized below. Outside, the mist is waist high. It will turn silver soon and make grass rainbows low enough for children's play before the sun bursts it off, exposing acres of bluestem and maybe witch tracks as well. The kitchen is bigger than the house in which either man was born. The ceiling, barn rafter high, more shelving than Ace's grocery store. The table is 14 feet long, if an inch, and it's easy to tell that the women they are hunting have been taken by surprise. At one end, a full pitcher of milk stands near four bowls of shredded wheat. At the other end, vegetable chopping has been interrupted. Scallion piled like a handful of green confetti nestles brilliant disks of carrots, and the potatoes peeled and whole are bone white, wet, and crisp. Stock simmers on the stove. It is restaurant size, with eight burners, and on a shelf beneath the great steel hood, a dozen loaves of bread swell. A stool is overturned. There are no windows.
One man signals the other to open the pantry while he goes onto the back door. It is closed but unlocked. Peering out, he sees an old hen, her puffed and bloody hind, parts cherished, he supposes, for delivering freaks, double, triple yolks in outside and misshapen shells. Soft stuttering comes from the coop beyond. Friars padding confidently into the yard's mist disappear, reappear, and disappear again. Each flat eye indifferent to anything but breakfast. No footprints disturb the mud around the stone steps. This man closes the door and joins his partner at the pantry. Together they scan dusty mason jars and what is left of last year's canning. Tomatoes, green beans, peaches. Slack, they think. August just around the corner and these women have not even sorted, let alone washed the jars. He turns off the fire under the stock pot. His mother bathed him in a pot no bigger than that, a luxury in the sod house where she was born. The house he lives in is big, comfortable, and this town is resplendent compared to his birthplace, which had gone from feet to belly in 50 years. From Haven, a dream town in Oklahoma Territory, to Haven, a ghost town in Oklahoma State. Freedmen who stood tall in 1889 dropped to their knees in 1934 and were stomach crawling by 1948. That is why they are here in this convent, to make sure it never happens again, that nothing inside or out rots the one all-black town worth the pain. All the others he knew about or heard tell of knuckled to or merged with white towns, others like Haven, have shriveled up into tracery. Foundations, outlines marked by the way grass grew here. Wallpaper turned negative behind missing window panes. Schoolhouse floors moved aside by elder trees growing toward the bell housing. 1,000 citizens in 1905 became 500 by 1934, then 200, then 80 as cotton collapsed or railroad companies laid their tracks elsewhere. Subsistence farming, once the only bounty a large family needed, became just scrap farming as each married son got his bit, which had been to be broken up into more pieces for his children, until finally the owners of the bits and pieces, who had not long walked off in disgust, welcomed any offer from a white speculator, so eager were they to get away and try somewhere else. A big city this time, or a small town, anywhere that was already built. Dankjewel. Ja. We lezen hier eigenlijk vooral het begin, het verhaal over hoe er wordt gejaagd op die vrouwen in dat klooster. Ja. En nou, hoe tragisch dat ook is, dacht ik, misschien kunnen we het wel eventjes hebben over deze vrouwen. Want deze vrouwen die zitten hier natuurlijk niet voor niks in dat klooster. Het is eigenlijk geen klooster, hè? Het is geen echt klooster. Ooit was het een huis van een rijke man die daar een soort van boudoir had. Dat kan je ook zien aan allerlei ornamenten in het huis. En het was misschien een soort speelsekshuis. En toen is het op een gegeven moment, is het denk ik een school geworden. En op een gegeven moment zijn er een aantal nonnen ingetrokken. En de periode waar we het nu over hebben is eigenlijk de periode waar de nonnen al weg zijn of gedeeltelijk weg zijn. En dit een huis is waar vrouwen komen aanjagen. Ik dacht misschien kunnen we het gewoon eventjes hebben over die vrouwen, want dat zijn best wel personages. En ook daarna misschien even over de haat van deze mannen die op dit moment in het stuk wat jij hebt gelezen op jacht zijn op deze vrouwen. Ik ga even je geheugen opfrissen, want het zijn, ik zei al, er zijn zo ontzettend veel personages in dit boek. Maar de vrouwen, denk ik, die heel belangrijk zijn in dit verhaal en die in het klooster wonen, of wat we noemen het grote huis, dat zijn, ten eerste is dat Connie. Connie is met een van de nonnen meegekomen toen ze 8, 9 jaar was. Onduidelijk waar ze precies vandaan komt.
ergens, ik weet dat het schip heeft ergens ook nog in Zuid-Amerika halt gehouden. En op een gegeven moment is ze inderdaad in het huis in Oklahoma terechtgekomen met een non die haar heeft ontvoerd. Hè? Zo noemden we dat eigenlijk. En dat gebeurde ook met... Geholpen, ja. Dat gebeurde ook met de meisjes, de indigenous, de indianenmeisjes zoals ze ze toen noemden. Die dan naar de school werden gebracht en die moesten dan Engels leren en vooral ook hun eigen taal afleren en hun eigen gewoontes afleren. Ze moesten beschaafd worden. En vervolgens, de oude nonnen die sterven. Moeder is in het begin van het verhaal nog aanwezig. Die ligt eigenlijk op haar sterfbed. Maar we hebben dus Connie. Connie die daar is opgegroeid en die ook voor het huis zorgt. En op een gegeven moment komen er wat vrouwen aanwaaien. Ieder met een eigen verhaal. Met een verhaal wat vaak gaat over mishandeling, misbruik, eenzaamheid, verdriet, op zoek naar rust. En de eerste vrouw die aankomt in ons verhaal is Mavis. Mavis heeft een tweeling verloren. Twee baby's. Want die zijn gestikt in de auto. We hebben Grace. Eigenlijk kennen we haar als Gigi in het boek. Zij is wat mij betreft de leukste en de grappigste. Zij lijkt te hallucineren. Maar goed, daar kunnen we het zo eventjes over hebben, want ik ben daar niet helemaal uitgekomen. En we hebben Seneca weglopen. Nee, Seneca is als driejarig meisje achtergelaten door haar zus. Pleeggezinnen, vervolgens weglopen. We hebben Pallas, de 16-jarige, die eigenlijk het avontuur aangaat met een vriendje. En dat vriendje krijgt uiteindelijk een relatie met haar moeder. En zo hebben we nog een aantal andere vrouwen. Maar dit zijn denk ik wel de vrouwen die in het huis wonen. En ja, ik weet niet, wat vind jij bijzonder aan deze vrouwen? Of ja, hoe zie jij dat zij zeg maar juist in dit huis wonen aan de rand van het stadje Ruby? Dus het boek is ingedeeld in hoofdstukken die genaamd zijn naar deze vrouwen. Dat zijn ook de titels van de hoofdstukken. En dat doet Morrison dan zo goed. Ze begint bij Mavis. En Mavis wordt geïnterviewd door een journalist. En ze is zo acuut bewust van haar omgeving dat ze denkt, die chipskruimels hier naast me op de bank, zal ik ze er verder induwen? Zal ik ze er afvegen? Ja, dat is belangrijk. Wat is belangrijker? Maar ze wordt geïnterviewd omdat haar twee kinderen zijn doodgegaan op de achterbank van haar auto. Terwijl ze aan het boodschappen aan het doen was. Zelfs even boodschappen aan het doen in de winkel. Dus het laat ons gelijk zien. Ah! En Mavis is dan een van die vrouwen die komt aan spoelen eigenlijk. Op zoek naar een veilige plek. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal, Seneca. En ik denk dat zij een symbool staan voor een soort van de uitdagingen van de wereld. Eigenlijk zijn zij het slachtoffer geweest van het menselijke kwaad, eigenlijk alles wat we mis kunnen doen. En vaak ook van het systeem. Alleen Pallas is rijk. Eigenlijk de rest, iedereen komt uit een hele armoedige situatie, lage sociale positie. En in die convent krijgen ze de ruimte om gewoon te zijn zonder een soort van bedreiging van buiten. Dus ook Ruby, het is een soort van de tegenkracht van Ruby, dat gemaakt is door mensen met een hele duidelijke intentie en dat willen beschermen. En dan de convent aan de andere kant, waar de vrouwen per ongeluk aanspoelen en daar ook een veilige plek zoeken. Ja, inderdaad, eigenlijk hetzelfde wat inderdaad het idee was van Ruby. We moeten veilig zijn. En deze vrouwen komen in het huis inderdaad precies zoals je zegt op zoek naar veiligheid. Ja. Wat ik zelf heel bijzonder vind aan het boek is dat, en ook aan deze vrouwen, is dat je leert heel veel over wie deze vrouwen zijn, maar je weet niet wat hun huidskleur is. En nee, dat is heel the bijzonder. White girl first. Ja. Maar waarom is het zo bijzonder? Omdat het boek begint met de eerste... They shot the white girl first. Ja. Maar wie dat is,
daar komen we eigenlijk nooit achter. Dus we komen er eigenlijk nooit achter hoe deze vrouwen eruit zien. Behalve dan dat sommige, wat ze in het boek noemen, skimpy kleden. Ja. En vooral Gigi, dat vind ik echt een geweldig personage. Die kleedt er ook heel vaak uit. Die loopt gewoon vaak ook naakt rond. Hier rond. Dat, ja. En een grote mond geven en brutaal. Ja. En ook een beetje strijden met Mavis voor de liefde van Connie. Hè, die eigenlijk de huismoeder is. Ja. Wat ook zo bijzonder is aan Connie, die... eigenlijk een soort van, wat je zegt, ze is de huismoeder inderdaad. En de vrouwen die komen daar en zij troost die vrouwen. En zij biedt die vrouwen eigenlijk ruimte. Van, je mag hier gewoon zijn. Yeah. Je hebt pijn om te verwerken. Dat is goed. Als je wil praten, dan praten we. Als je niet wil praten, is het ook goed. En zo gaan die vrouwen met elkaar om. En ze hebben daar eigenlijk hun eigen huishouden. Connie, de vrouw die eigenlijk als kind naar het huis komt, het klooster komt, die al die vrouwen die komen aanwaaien, eerst troost, daarvoor ze is, ze mogen zijn wie ze zijn. En wat heel mooi is van Connie, is dat later komt er ook een hoofdstuk, hè, en dan heet ze, in dat hoofdstuk heet ze geen Connie, maar dat hoofdstuk heet Consolata, want dat is eigenlijk haar echte naam. En het mooie daarvan is, wat we dan zullen zien, is dus eigenlijk heel achter in het boek, dat zij een heel ander personage wordt dan dat ze in eerste instantie was. En met alle, denk ik, mooie gevolgen van dien. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje in het niet gelaten. Maar laten we het even hebben over de mannen van Ruby. We hebben al gezegd, de vrouwen van Ruby, dat zijn hele andere soort vrouwen dan de vrouwen in het huis. Het zijn hele degelijke vrouwen, die doen alles goed, ze luisteren naar hun man. En het is echt wel zo dat in Ruby, de mannen, die maken daar de dienst uit. En ja, vrouwen zijn toch wat van wat mindere kwaliteit in hun ogen, zeg maar. En wat heel bijzonder is eigenlijk volgens mij dat wat je ziet, wat jij net ook al zei, dat de veiligheid die de vrouwen zoeken in het huis, dat de veiligheid is die deze mannen proberen te imiteren, of die proberen die veiligheid te hebben in Ruby. En dat betekent nogal iets voor hoe zij zich opstellen. En ja, weet niet, wat vind jij van deze mannen? Nou, centraal staat een tweeling, Deacon en Stuart. En Stuart is agressief. Ze zijn allebei oud-veteranen. Ik kwam net terug uit de oorlog in Vietnam. Een tweeling, hè? Een tweeling. En het Deacon is een soort van de heilige man. En ik snap Stuart heel erg. Dus toen we even over dit gesprek praten, vroeg jij met welk personage identificeer je het meest? Welke, een van de vrouwen misschien? En toen dacht ik, nee, ik identificeer me het meest met Stuart. Want Stuart is bezig om een plan uit te voeren. Want ze zijn daar gekomen, ze hebben Ruby gesticht met het idee, wij gaan de perfecte utopie voor onszelf bouwen, een veilige omgeving die beschermd is tegen de wanorde van die tijd, ook de jaren 70. En iedereen moet zich gewoon eventjes normaal aan het plan houden. Ja. En iedereen die een soort van 1 centimeter daarvan afwijde, terug. En ik ben zelf wel een beetje een moraalridder, dus ik denk wel dat ik het meest identificeer met hem. Ik control, snap heel goed controle. Ja. Een visie. En ik denk ook dat zo knap is, omdat het zo op menselijk niveau gebeurt dit verhaal. Maar het is natuurlijk iets wat in de grote, als je het uitvergroot, nu zien we het in meerdere landen, van je ideologie beschermen, vasthouden aan het idee, geen buitenstaanders toe willen staan, omdat dat het idee van de rails kan brengen. Ja, als je kijkt naar Paradise, wat Toni Morrison er zelf over zegt, is van, ja, hoe kijken we naar Paradise, naar paradijs? Paradijs is, hè, nou, je hebt nectar, je hebt bloemen, wilderig eten, nou, wat je maar kan voorstellen in een paradijs. Maar wat is nou de key van een paradijs? Wat is de sleutel? Waarom is een paradijs een paradijs? Ja. Een paradijs is een paradijs omdat alleen jij met je selecte groepje daarin kan en anderen niet. Ja, precies. Omdat jij het verdient. Daarom jij is het een paradijs. Ja.
Ja, ja, en, je hebt de uitverkoren. Jij kan er komen, maar anderen niet. Ja. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar Stewart, die heeft dat gewoon heel sterk. Dit is gewoon onze stad. En alles wat hier inkomt, dat kan alleen maar verderven. Dat kan alleen maar gaan rotten. En dan kan de stad alleen maar gaan rotten. En ze hadden natuurlijk ook dat voorbeeld van die andere steden die het allemaal niet hebben gered. En hij was gewoon determined van dit moet lukken. Ja. En dit gaat niet om een stel frivole vrouwen die een beetje gek doen daar in dat huis. Gaat dat niet mislukken. En wat ik ook heel bijzonder vind van Stewart is, hij is ook gewoon heel erg, volgens mij, innerlijk gekeerd. In het boek wordt ook een verhaal verteld waarbij hij dus met zijn tweelingbroer, terwijl ze nog jong zijn, door een witte stad, zeg maar, lopen. En op een gegeven moment worden uitgedaagd door jongens die veel jonger zijn dan dat zij zijn, om te gaan dansen. Want ja, die witte mannen vinden het wel grappig, twee van diezelfde gezichten, een tweeling. En misschien kunnen ze ook nog leuk dansen. En op een gegeven moment is die uitnodiging is niet meer zomaar een uitnodiging. Maar die uitnodiging gaat gepaard met een wapen. Dus als deze twee zwarte mannen niet gaan dansen, dan hebben ze een probleem. En een van die mannen, die gaat dus wel, die gaat wel dansen. En daardoor krijgt degene die dat niet doet, volgens mij is dat dan Stewart, die krijgt er zo'n enorme afkeer van zijn broer. Maar ik ga stoppen met dit verhaal, want het gaat volgens mij over hun grootvaders. Ja, ja, die waren grootvaders. Ook een tweeling. Dat was die waren ook een tweeling. Inderdaad. Ja. Ja. Maar dan zie je wel diezelfde hardheid een beetje terugkomen. Ja. En die en schaamte. Hij voelt steeds zijn idee worden aangetast. Het glipt de hele tijd onder hem weg. Want al die mensen laten zich niet beheersen. Ja. En hij voelt zich ook heel bedreigd door de nieuwe generatie. De kinderen eigenlijk. Die willen wel naar een door andere stad. Of die willen wel daar studeren. Die willen gewoon luisteren naar muziek. En die geloven het verder wel met die ideologie. En die hebben die bedreiging niet gevoeld. Ja, en dat zijn ook de jonge mensen die zich bij de civil rights movement net als de dominee in het boek, die zich ook bij het civil rights movement heeft aangesloten. Maar Stewart wil gewoon dat er niks verandert. En de mannen in het stadje, die zijn daar gevoelig voor. En die hebben allemaal hun eigen zwakheid, die ze door zich eigenlijk achter hem te verschuilen, die proberen ze dan zeg maar te verbergen. Tegelijkertijd zie je dat er, ik weet niet hoeveel mensen de hele tijd naar dat huis gaan van die vrouwen. Ja. Het is een op en neer en een komen en het gaan. Ja. En of ze nou papers komen kopen omdat die vrouwen dat verbouwen. Of de vrouwen uit het dorp, waarvan sommigen eigenlijk best wel een goede vriendschap hebben met de vrouwen in het huis. Is het een enorme aantrekkingskracht van mensen uit Ruby naar dat huis. En dat is natuurlijk ook iets wat enorm steekt. Ja, ik denk dat die bedrijf van dat idee de hele tijd wordt gevoeld en dan op een gegeven moment dan manifesteert de angst zich in dat klooster, want het is natuurlijk de perfecte scapegoat. Ja, precies. Want dat zijn vrouwen, ze houden geen enkele regels, ze doen gewoon wat ze willen en als ze dan niet naar de kerk. Ja, ik kom niet in de kerk, geloven niet volgens de christelijke leer en ze kleden zich niet gepast. Etcetera. En dus het is een soort van, oké, dat is een perfecte vijand eigenlijk. Ja. En er komen steeds meer geruchten ook, hè, over, er zijn natuurlijk vrouwen die bijvoorbeeld zwanger zijn, die dan vervolgens naar dat huis gaan om een veilige plek te zoeken. Dus ook vrouwen uit Ruby. Ja. Er worden daar ook kinderen geboren. En op een gegeven moment wordt eigenlijk het gerucht van, die vrouwen die zullen wel iets met magie doen en iets. Ja. We hebben natuurlijk de heksenvervolgingen gehad. Ja. En dat zie je hier ook een beetje. Dat is die vrouwen die worden eigenlijk een soort van, die zouden vreemde mengsels verkopen en dat aan hun vrouwen laten drinken. En op een gegeven moment is die angst of die woede, die haat, die is dan zo groot geworden dat ze inderdaad met 9 van die mannen gewapend naar dat huis gaan en op die vrouwen gaan jagen. En in een interview zag ik dat aan Toni Morrison werd gevraagd van, hoe kwam je nou aan dat idee? Want het is natuurlijk gruwelijk, hè? Zo begint dat boek ook. Je bent echt even stil van, wat gebeurt hier? Wat vreselijk. Mannen die gewoon vrouwen aan het afslachten zijn. En zij vertelde dat ze in 1992 in Brazilië was. En dat zij daar in een klooster was. En in dat klooster werden zwarte meisjes opgevangen. Het was een katholiek klooster. Maar wat was er nou aan de hand? Blijkbaar was er dus een gerucht in de omgeving dat er in de kelder
van dat klooster Candomblé werd uitgevoerd. Nou, wij weten allebei wat dat is, want we spelen ook capoeira en we kennen een beetje die Braziliaanse cultuur. En dat is een geloof wat eigenlijk van, ja, ook van de Afrikaanse tot slaafgemaakte mee is gekomen en wat vermengd is met het katholicisme. En daar zou het verhaal de ronde doen dat er op een gegeven moment politieagenten zouden zijn gekomen, die hadden dat gehoord en die hebben toen, ja, die hebben zeg maar dat klooster belaagd. Ja, ja. Ah, dat wist ik niet. Dus, oh, wat interessant. Ja, dus of dat nou waar is of niet, dat was in ieder geval gerucht wat zij had gehoord. En zo was een beetje dat idee bij haar ontstaan van het boek en ook van de scène die jij natuurlijk net hebt voorgelezen. Ja, dus dat... Fascinerend. En ik vind dat heel mooi aan, dat is denk ik de rijkheid dat in haar boeken zit. Veel mensen die tot slaaf gemaakt waren, die brachten hun eigen rituelen mee en gebruiken. En die krijgen ook een plaats in haar boeken. En de rituelen en de verhalen en eigenlijk het soort van... Wat magische eigenlijk, wat er speelde. Ja. Oh, ja, en ook inderdaad, ik denk een beetje de kern van haar boek is van dat mensen proberen om zich aan de ene kant proberen ze zich af te sluiten of te beschermen van intimiderend, van discriminerend, van racistisch of van wat dan ook wat hun tergt. Alleen dat het heel belangrijk is dat je het zelf eigenlijk, doordat je je zo wil gaan beschermen, dat je dan niet diezelfde elementen, zeg maar, zoals je dat in ziet, wat de mannen in Ruby hadden naar het huis van die vrouwen die gewoon hun eigen ding deden, zich manifesteert. Je repliceert gewoon datgene wat je eigenlijk wil bestrijden. Ja. Ook. Zo'n utopie dus eigenlijk niet zou kunnen bestaan, of denk jij van wel? Ik denk dat het streven is van iedereen die iets wil bouwen, je zoekt steeds naar een utopie. Maar daarom is het een utopie, het is een fantasie. Het zal nooit zo zijn dat je het hebt bedacht. Mensen laten zich gewoon niet dwingen. Ja, ja. Eigenlijk is het tijd voor de sponsors. Deze uitzending wordt gesponsord door mij, Monique Steins, door de lovely ladies van Showroom Amsterdam en de immer charmante Gerbrand Oudenaarde van Engage TV. Wil je ook een uitzending sponsoren? Twijfel niet en stuur een mailtje naar info@zwart-zonder-suiker.nl. Wat ik jou nog wil vragen is, ik wil je in ieder geval bedanken voor het lezen van het boek en het ook met mij te bespreken. Maar ik zou heel graag nog een boekentip van jou krijgen. Ja. Een boek wat we ook in deze podcast zouden kunnen bespreken. En mocht er iemand in je opkomen waarvan je denkt van, nou, dat is misschien wel leuk iemand om ook eens mee te praten, dan hoor ik dat ook heel graag. Ik ben zelf net begonnen aan De Man van Veel van Karin Ahmad Moukrim. Oh ja. En ik vind Surinaamse auteur. Ja. En over Anton de Kom. En dat is een geschiedenis waar ik vind te weinig van weet. En ze schrijft ook zo prachtig en helder. Pff. Dus dat is, ik heb hem niet eens uit. Maar ik zou het wel echt aanraden. En misschien Jung Dam zou je kunnen zeggen. Ik weet dat zij ontzettend veel van lezen houdt. Ook een duizendpoot. Misschien ook wel leuk. Oké, dankjewel. Sunli, we gaan kijken naar jouw theaterstuk. Ja! Dat is een reprise vanaf volgend jaar januari. En je bent ook bezig met een nieuw boek, mag ik dat zeggen? Of, ja, al jaren. Dus waarom niet? Ja, komt een keer uit, denk ik, hoop ik. Nou, daar kijken we heel erg naar. Ik wil in ieder geval danken voor je komst. En ook dank aan iedereen die naar deze podcast heeft geluisterd. Ja. En tot snel! Ja, echt bedankt. Doei, Annie! Tot snel!